Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou het vandaag eens hebben over kinderseries. Kijk, veel mensen die klagen wel eens van kinderseries van tegenwoordig die zijn niet meer goed. Kinderseries van tegenwoordig zijn allemaal nep en zijn allemaal slecht. Kinderseries van tegenwoordig zijn niks meer aan. En ik denk toevallig dat het waarschijnlijk ermee te maken heeft, is dat wij geen kinderen meer zijn. Kijk, jullie klagen misschien wel eens over series van kinderen van tegenwoordig. Maar ja, ze zijn ook niet echt voor ons gemaakt, waardoor het voor ons al kut is. Maar kinderen zelf tegenwoordig, die vinden ze waarschijnlijk nog wel leuk. Dus ja, als hun het leuk vinden, dan is het prima, toch? Wij hoeven het ook niet leuk te vinden, want wij zijn geen kinderen meer. Maar goed, ik wou het vandaag eens hebben over een aantal kinderseries. Dan laten we eens beginnen met de twee grootste jeugdhelden van heel veel mensen, Bassie en Arjan. Kijk, Bassie en Arjan, dat was natuurlijk een hele goede serie. Ze zijn alle landen door Europa, zijn ze langs geweest. Ze zijn in Amerika geweest. Ze hadden af en toe een beetje last van de baron die ze aan het achtervolgen was. Maar voor de rest hebben ze allemaal spannende avonturen beleefd. Dus dat was op zich wel een hele leuke serie. Ik heb zelfs een paar jaar geleden heb ik de kans gehad om zowel Bassie als Arjan in echt te zien. Er was bij een tentoonstelling in 2017, daar kon je heen. Daar waren allemaal spullen, al die spullen die ze ooit gebruikt hebben in series, die waren daar. En daar kon je dus naartoe. Nou, daar ben ik dus naartoe gegaan en dan kon je ook een foto krijgen met Bassie en Arjan. Nou, dat was natuurlijk wel leuk, want toen ging ik in de rij staan, die moest wel even wachten, want eerlijk is eerlijk, het was behoorlijk druk. En er waren daar meer volwassenen dan kinderen, want iedereen dacht van, jeugdhelden, dat moet ik toch wel een keertje ontmoeten. Dus heel veel mensen waren daar. Toen heb ik ongeveer een uurtje in de rij gestaan en toen kon ik een foto maken met Bassie. Nou, toen was Bassie, die was een beetje chagrijnig, want die reageerde een beetje met van, nee, we gaan eerst een foto maken en dan zet ik pas een handtekening in. Nou, prima, maak eerst een foto. En toen had hij die handtekening gezet. Nou, toen kon ik op de foto met Arjan. Die zette wel eerst zijn handtekening in. Hartstikke leuk. En toen ben ik al met Arjan op de foto geweest. Ik vond het wel een leuke dag. Het viel wel een beetje tegen, want de Bassie wat chagrijniger was. Dus het viel ook wel weer een beetje tegen. Maar het was wel weer een bijzondere dag. Dus het is wel een dag die ik niet snel weer vergeet. Nee, dus Bassie en Arjan, misschien niet de aardigste mensen in het echte leven, maar de series, die waren top. Goed, en dan heb je ook nog een variant erop. Ernst en Bobby. Tenminste, ja, Ernst en Bobby is een duo waarvan de ene wat slimmer is en de andere wat dommer. Het heeft wel wat vergelijkenis met Bassie en Arjan, maar toch is het ook wel weer anders hoor. Ik bedoel, ik zou niet zeggen dat Ernst en Bobby nageapen van Bassie en Arjan. Ze hebben ook echt een eigen serie en eigen karakters. En nou heb ik toevallig pas een paar afleveringen van Ernst en Bobby gezien in de lijst van Serpent. Want die was Ernst en Bobby aan het kijken. En toen heb ik een paar afleveringen gezien van die fietsendief. Dat die fiets gestolen was. Die uiteindelijk niet echt gestolen was, maar goed. Wat voor aflevering had hij nog meer laten zien? Eentje met een prinses, volgens mij. Met die prinses die vermist was. En ja, de rest weet ik niet. Maar dat waren op zich, was dat ook wel een leuke serie. Ik bedoel, ik weet niet hoe het gemaakt is. Maar volgens mij was het van een eigen budget. En waren ze ook eigen baas. En is daar nooit veel geld in gestoken. Dus voor een klein budget is het op zich wel een goede serie geworden. Misschien niet de beste kinderserie van Nederland. En het is ook heel amateuristisch. Maar voor dat is het een goede serie. Dus dat moeten we niet vergeten. Maar goed, laten we het nu eens hebben over een serie die mij het meest dierbaar is. En dat heeft vooral te maken met dat ik er als kind vaak naar keek en ook op school het er meestal over had. Laten we het eens hebben over het Huis Anubis. Op wie had jij vroeger een oogje van het Huis Anubis? Kijk, ik en iemand anders op school, we hadden het de volgende dag altijd over Noah. Dat was het Aziatisch meisje met het donkere haar. Daar hadden we het altijd over. Dat was op zich wel een mooi meisje. Ik weet niet hoe ze er tegenwoordig uitziet, maar toen destijds was het een mooie meid. Nou, dus we hadden het altijd over het Huis Anubis, over die spannende avonturen met Rufus en zo. Wie had je nog meer? Wolf, Zeno Terpstra. Je had allemaal van die slechterikken. En wat ik me nog altijd afvraag, wat was de reden van die verdwijning van Joyce? Kijk, ik weet wel dat die Rufus, die zat achter eraan. Maar voor mij hebben ze nooit echt een duidelijkheid gegeven wat nou de reden was. Want waarom wilde die Rufus, waarom wilde hij zo nodig Joyce hebben? Dat hij daar heel veel moeite voor deed. Voor mij is dat antwoord is dan nooit gegeven. Dus dat was dan wel weer jammer. Maar ik vond het wel een hele leuke serie. En ik heb er ook steken nostalgie gevoelens aan. En ik heb er heel veel naar gekeken. En ik weet heel veel scènes ook nog wel uit mijn hoofd, denk ik. Als ik nu een scène zou zien, dan denk ik van, oh ja, dat was die scène, ja. Dat heb ik dan ook wel. Nee, wat Huis Anubis, top serie. Kijk, Studio 100 is meestal kut. Studio 100 heeft meestal kutseries. Zoals kutseries zoals Kabouter Plop en zo. Allemaal kut. Piet Piraat. Wat heb je nog meer voor kutseries? Je hebt vast wel meer kutseries. Maar het Huis Anubis, dat was leuk. Ja, je hebt ook nog series zoals Mega Mindy. En daar heb ik ook weer een vraag over. De vraag des levens. Wie waren de ouders van Mega Mindy? Kijk, Mega Mindy woonde altijd bij de opa en oma. Maar ouders werden nooit gezien in de serie of nooit besproken. Tenminste, zover ik weet. Misschien heb ik iets gemist dat die ouders wel ooit besproken zijn en dat ik nu heb gemist. Maar zover ik weet zijn de ouders van Mega Mindy zijn die nooit besproken.
En hadden die opa en oma het ook nooit over een zoon of dochter. Dus ja, heel vaag. Leefden die ouders nog? Of zijn die ouders overleden? Of wonen die ouders in het buitenland? Wat was er met die ouders? Als iemand daar een antwoord op heeft, laat me even weten. Nee, dus dat is een vraag die we waarschijnlijk nooit beantwoord zullen krijgen. Goed, welke series heb je nog meer? Je hebt series zoals Spankas. Op zich ook wel een leuke serie. Een serie op de middelbare school. Voor de rest niet de beste serie. Het is natuurlijk niet zo goed als Thuis Noobis en zo. Maar het was op zich wel een leuke serie. Wat heb je nog meer? De Club van Sinterklaas. Ook altijd wel een leuke serie. Dat ze die tekeningen gingen stelen en zo. En dat je als kind altijd bang was van... Kom mijn tekening wel bij Sinterklaas aan. Of wordt die gestolen door die twee boeven. Die tekeningen aan het stelen waren voor confetti. Oh. Dat was op zich ook wel een leuke nostalgie-serie. Het is allemaal wel leuk. Nee, wat voor series heb je nog meer? Of heb ik ze nu allemaal mee? Ja, ik heb ze niet allemaal gehad, maar ik ga ze ook niet allemaal opnoemen. Want ik ken ze ook niet allemaal. Nee, maar voor de rest, ja. De meeste series heb ik nu al besproken, denk ik. Die ik ken. En op zich hebben wij het als kind wel leuk gehad. Wij hebben als kind wel hele leuke series meegemaakt. En daar ben ik wel dankbaar voor. Dus iedereen die serie ooit gemaakt heeft, dankjewel. Kom ik weer langs in mijn video. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.